staren. Dat doen ze al jaren na jaar na jaar. Haar in mijn kreeltje, tongetje, kabeljauw, lekker bek. Dagen van huis weg, die vissen, ze zeggen niks te gek. Vandaag de bedoeling is dat we gaan leren van elkaar, dat we elkaar gaan inspireren. En ik weet zeker dat jullie zelf ook een aantal zaken te delen hebben met ons. Dus ik ben heel blij om hier te zijn en dit samen met jullie te doen. Dus een blue school. Misschien zijn er sommigen onder jullie die na deze dag ook wel interesse hebben om mee te doen met het programma van de Blue Schools. You're safe. You're in safe hands with English. And before starting off and conscious of the time constraints, I just wanted to tell you again how the European Commission supports and has been enthusiastic by the uptake that the city of Den Helder has taken on the Blue Schools and the network of Blue Schools and the proliferation of Blue Schools in this area, in the Netherlands, in this particular region. As en wat deden jullie met de plastic dan? We gingen er kunstwerken van maken. Ja. En daar werden kaarten van gedrukt. Oké, en wat heb je met die kaarten gedrukt en toen? Nou, we gingen die verkopen. We gingen naar huizen langs en als ze wouden voor, ja. En wat heb je, en dat geld kregen jullie? Nee, we gingen het aan de kinderen aan Oekraïne geven. Want hun hier zaten in de oorlog. Maar hij is nog niet aan en roept dan hey, hey. Denk aan de zee, denk aan de zee. Hey, 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 denk aan de zee. Ja, Blue School, dat is een initiatief vanuit Europa waarbij onderwijsinstellingen de mogelijkheid hebben om hun curriculum te verrijken met onderwijs over de zee. En in Den Helder zijn wij trotse eigenaar van twee Blue Schools. Hè. We hebben Scholen aan Zee en de Jack P. Thijssen die het certificaat Blue School hebben ontvangen. En denk je dat hier nog meer bij komt? Want het is een goede promotie. Ik denk zeker dat er nog meer onderwijsinstellingen zichzelf gaan aanmelden om Blue School te worden. Als je ook bekijkt welke mogelijkheden het biedt en je zorgt er ook voor dat je meervoudige intelligentie aanspreekt bij de kinderen. Dus ik denk dat zo'n dag als vandaag eraan bij gaat dragen dat nog meer onderwijsinstellingen zichzelf gaan aanmelden als Blue School. Ilona. Ja, ik ben hier om te kijken wat ik kan integreren in mijn lessen. Aangezien ik een derdejaars student ben aan de bacheloropleiding tot tweede graad docent scheikunde. Ik ben erg veel bezig met de Global Goals met mijn klasse. De projecten, spreek je dat aan? Ja, ook. Ook het seafood project, wat voor weg ligt de vis af voordat hij op jouw bord komt. Dat is voor de VMBO-studenten ook allemaal heel belangrijk, want die hebben daar geen doel over vaak. Die hebben daar geen idee van. Nee. Zou je het aanbevelen op je school? Ja, ja. En ik zou graag ook bij de NHL Stende, bij de Noordelijke Hogeschool, dus bij het HBO, graag aanbevelingen doen om met de Blue Schools te gaan samenwerken. Want wij hebben ook een project, dat heet de Nieuwe Afsluitdijk. En daarbij gaan we naar het Waddencentrum en dan gaan we daar ons project doen over duurzame energie en hoe we de energieproductie kunnen verbeteren daar. Maar het is wel zonnetje. Hey, hey.